Vitesse heeft voor het eerst dit seizoen 3 wedstrijden op rij gewonnen. Na een slechte eerste helft won Vitesse toch nog met 4-1 van het zwakke NAC. Wij spraken na afloop met Vitesse-speler Thomas Buiting en trainer Leonie Slutski. Thomas, gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, hartstikke bedankt. Ja, het was een hele belangrijke overwinning. Eindelijk een keer een reeks neerzetten en we zijn nu op 3 winsten. En ja, die moeten we doorzetten en we moeten niet terugvallen in het... voor de 3 wedstrijden, want dan dat zijn wij niet waard. En wij horen zo te spelen en wat we nu doen. We horen ook te staan waar we nu staan. Alleen we willen eigenlijk nog iets hoger, maar ja, het is we zijn op de goede weg nu. Achterstand 1-0. Jij maakte de 1-1 in de 53e minuut. Ja, hoe voelde dat? Onbeschrijfelijk. Ik kan het nog niet helemaal beseffen. Ik moet nog even relativeren. Maar ja, ik ben er heel erg blij mee en ik sprakeloos erover. Terugkijkend naar de wedstrijd, de eerste helft was het tempo heel laag. Ja, het was heel erg laag. Dus zo spelen, zo mogen wij niet spelen met onze kwaliteiten. En, de trainer heeft ook aangegeven in de rust, het is gewoon te lage tempo. En ja, de tweede helft wouden we een ander Vitesse zien en dat is zeker gelukt, denk ik. De tweede helft kwam de agressiviteit terug, de teamspirit, klopt dat? Zeker, ja zeker. Ja, toen gingen we voor elkaar vechten en dat hoorden we eigenlijk in de eerste helft al te doen. Want het kon ook zomaar fout gaan in de eerste helft. Maar ja, we zijn gewoon heel blij met deze overwinning en nu moeten we doorpakken volgende week tegen Feyenoord. Ja, dat wordt een hele moeilijke volgende week. Hè? Feyenoord die wil natuurlijk ook de 4e plek gaan halen. Hè? Ja, zeker. Maar we gaan het heel moeilijk maken en wij gaan die 3 punten hier in Arnhem houden. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Je mocht invallen, overwinning. Mooie kan eigenlijk niet, hè? Nee, mooie kan niet. Dat had ik nooit mogen dromen hier voor de wedstrijd. Ik zat op de bank en ja... Ik kwam erin en ik wou gewoon bewijzen, ik wou hard werken en dat hij dan ook nog zo lekker op mijn voet valt, dan ben ik in een blij man. We played 2 different halves. First time it was very slowly. We played like veterans team, very slowly developing attack. And automatically we had a lot of problems and conceded the goal. And in the break time I told about we must to completely change our style of football. And if we want to win, we must to play. Were you angry in the first half? Yes, I was very angry. And of course I was shouting and told about if we play very slowly, which is not Tartaglia football. We must to play very fast and we must to switch on our speed. And second half it was completely different team because it was very fast, very quick transition, very aggressive, a lot of control, second ball zone. And finally we won, but I continue to be a little bit angry for the first half. And 4-1, NAC started a little bit better than Vitesse. Yes, we had one chance, big chance, when we hitting the post and hitting the bar, and it was only one moment, but I think we had a lot of chances to score more goals. And what do you find of Buiting, Thomas Buiting, today? Today he's man of a game and he scored very important goal, and finally we have a 3 injuries for attacking players, Matavž, Darfalu and Dauda, but every time each new striker, like he received the chance to show his level, and today Buiting used his chance on 100%. Today 3 points, 3 games, 9 points. Yes, but this is history right now. Next week we have a very difficult match against Feyenoord, and of course we must to prepare very well for this big opponent.